En ik houd het pijpje voor je vast. En ik beheer ook het vuurtje. Kom, we gaan strijden. Hoi, ik ben Bastiaan. En ik ben Nelly. En welkom in ons drugslab. Ja, twee keer per maand proberen wij verschillende soorten drugs uit om te kijken wat voor effect het heeft op ons lichaam. Ja, en ben jij nou benieuwd naar een bepaalde soort drug of heb je een topverzetting in gedachten? Laat het dan even weten in de comments en wie weet proberen wij het dan wel voor je uit. En jongens, het lijkt me jullie favoriete drug, want heel veel mensen hebben dit weer in de comments gezet. Ja, onder andere Thomas, Michelle, Emily, Eren, Daisy. Ja, want die waren heel erg benieuwd naar... TMT. Ja, en jij hebt het al een keer gedaan. Ja. Dus ik ga het nu doen. Ja, spannend. Ja. DMT is een kortwerkend heftig tripmiddel en de kleur is geel-wittig. En wij hebben gewassen DMT en dat is bijna geurloos. Ja, de werkzame stof in DMT is N,N-dimethyltryptamine. Ja, DMT wordt van nature aangemaakt door planten, dieren en mensen. En de functie van de stof is nog niet echt duidelijk. Al blijkt uit onderzoek dat het een rol speelt bij visuele dromen, schizofrenie en bijna doodervaringen. En er is een hypothese dat DMT wordt aangemaakt als je wordt geboren en ook als je weer doodgaat. Maar iedereen ervaart het anders, toch? Want ja. De ene zegt dat hij door een kanon wordt afgeschoten. De ander ervaart het als een draaikolk of een raket. Of dat je door een zwart gat gaat of juist wit licht ziet en zo. Ik had echt heel erg dat ik een soort van allerlei geometrische patronen zag. En nou ja, een soort van in een wereld geschoten. Ja. Had ik wel het gevoel dat hier ergens een soort heel fel wit licht was. Nou ja, waar ik dan doorheen zou willen gaan. Maar daar ben je niet gegaan. Ja, als ik achteraf terugdenk, denk ik nee, ik denk nog dat ik daarvoor was. Uh-huh. Weet je, want ze spreken ook wel van een breakthrough. Nou ja, nou is het niet zo dat als je per se heel veel meer neemt, dat je dan in een breakthrough komt. Want het, ja, het gaat ook gewoon om je ervaring en hoe je er zelf in gaat. Ik denk ook een stukje controle los kunnen laten. Maar ik kan me dus voorstellen dat als je soort van door die echt die tunnel gaat, dat dat dan de breakthrough zou kunnen zijn. Maar ik denk gewoon dat je het gewoon moet ervaren. Ja. Het is best wel, het duurt best wel kort, 5 à 15 minuten maar. Ja. Maar ja, omdat de tijd iets heel anders is, kan het zijn dat jij maar 5 minuten zeg maar in zo'n wereld zit. Mm-hmm. Alleen voor je gevoel echt veel langer. Ja, want ik hoor inderdaad dat de tijd altijd blijft stilstaan. Kijk, ik hoop heel erg dat ik er iets van leer. Dat ik terugkom en ook denk van ja, dit heb ik geleerd. Of dit moet ik misschien anders doen, of dit moet ik zo doen. Dat zou ik heel graag willen. Ja, het is belangrijk dat je lekker comfortabel kan zitten, een fijn plekje hebt waar je helemaal op je gemak bent. Mm-hmm. Dus we gaan ons labje even omtoveren tot Trip Valhalla. Ja, kunnen we beginnen? Kunnen we beginnen. We zitten er. Ja, lekker. We hebben 0 waarden staan op het bord. Ja. Het is nu ietsjes verhoogd, maar het gaat steeds sneller. Heb je goed voorbereid? Ja, ik heb goed geslapen, goed gegeten, veel fruit. Ja, want dat is ook belangrijk dat je zeg maar voor de DMT-trip niet bijvoorbeeld heftig gaat feesten of drugs gebruiken, maar ook daarna. De lichamelijke effecten kunnen best wel overweldigend zijn en heel snel opkomen. Ook kunnen je pupillen groter gaan worden, maar het is het beste om tijdens de trip gewoon lekker je ogen dicht te houden. Ja, je kan duizelig en misselijk worden. Je hartslag en bloeddruk kunnen ook omhoog gaan. En je lichaamsdelen kunnen dus zwaar aanvoelen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat is. Ja, en de psychische effecten zijn dat je gedachten moeilijk kan uiten. Dat je je moeilijk kan concentreren. Ook kunnen er geometrische patronen ontstaan. En dat je door van heel snel op beeld gaat. En ook je stemming kan heel erg wisselen. Van bijvoorbeeld huilbuien naar een heel euforisch gevoel. Steeds als je die dingen opnoemt, gaat mijn hart steeds hoger. Dat beter. Jij dan denkt, oh, ga ik dat krijgen? Ja. Als je bijvoorbeeld bang bent voor nare gedachten of zo, probeer het gewoon te accepteren. Weet je wel, dat is wat de shamaan ook zegt. Van als je gewoon dat soort dingen accepteert, dan gaat het bij je voorbij en dan komen er weer nieuwe gedachten of nieuwe beelden. Ja, de dosering van DMT ligt tussen de 25 en 50 milligram. Jij gaat zo meteen voor 50 milligram. Ah ja, je hebt het pijpje en daar zit dan 50 milligram in. En dan op een gegeven moment, dat merkte ik, dan denk je van, hey, nu gebeurt er wat. En dan eigenlijk is het de bedoeling dat je dan nog eventjes doorgaat. Omdat je dan niet met de ene been er wel in en met de andere been er niet in staat. Dat is een prettiger gevoel. En Mick is er, hij is ceremonieleider, hij was ook bij mij bij San Pedro. En hij gaat jou verder helemaal begeleiden. Maar ik ben hier ook, als je me nodig hebt. Ja. Ken je dat? Ja. Alright, dit is een vaporizer pijpje. Ja. Hier zit een druppelkussentje in. De DMT gaat daar bovenop. Dan gaat er een keramisch filter voor.
En het vlammetje verhit zeg maar het metaaltje hierin, waardoor het metaaltje de DMT verdampt. En ik hou het pijpje voor je vast en ik beheer ook het vuurtje. Ja. Ik zeg eigenlijk alleen tegen jou, inhale, hold it of exhale. Dan hoef je voor de rest nergens over na te denken en kan je lekker laten gaan. Oké. Oh, ga nog even door, je bent een strijder, kom maar. Nog heel even, kom op strijder. Een paar ijsjes. Eén laatste hit. Kom die strijder. Dit is zo ziek. Wow. Wow, dit was zo ziek. Dit is gewoon niet te filmen. Wow, dat is wel fucking vet. Zo. Even van bij komen hoor. Ja. Zo ziek. Wow. Ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt. Ja, het was eerst om te zeggen, toen hij bleef maar gaan, blijf gaan. Ik dacht, ja, ik moet ook strijden. En ik hoorde hem echt in de verte zo nog. En ik zag, daarachter zag ik zo in de camera, zag ik echt zo langzaam zo wegvagen. Wow, ik ben nog wel een beetje zo, ik zie een beetje zo alles heen en weer gaan doen. En opeens zie ik allemaal kleurtjes, allemaal kleine kleurtjes zo, die allemaal ronddraaien. En in één keer één zieke oranje waas, jongen. Ik zag alleen maar oranje geel, alleen maar. En daar viel ik in, de hele tijd. Ik viel er de hele tijd in. Maar ik zag ook een soort van gezichtjes. Maar niet hele blije gezichtjes, best wel boze gezichtjes. Maar ik dacht van, nee, niet op focus, want dat oranje was zo overweldigend. Dat ik echt dacht van, wow. En ik zag een hand, ik zag een hand komen. Alleen daar wilde ik niet heen. Want ik vond het te leuk. Ik wilde niet naar die hand toe. Want ik voelde, als ik daar ook naar wilde gaan, voelde ik een soort angstig worden. Het was geen goede hand. Het was niet iets goeds. Ik had ook het gevoel dat dit een beetje zo schommelde de hele tijd. En ik viel echt gewoon naar beneden en dat oranje kwam alleen maar. En inderdaad, gewoon, je kwam echt gewoon tot de kern van je lichaam gewoon. Je viel gewoon echt gewoon in jezelf. Wow, dat was zo ziek.
Oh, yo. Echt ook niet met iets anders vergelijkbaar. En toen op het einde had ik wel soms een soort... werd het wit-zwartachtig, zo. Yeah. En toen ging ik er wel langzaam uit. Soms, maar ik had op het einde, toen het oranje weg was, werd het wit-zwart, zo. Maar dat vond ik niet heel spectaculair. Dat was een beetje saaiachtig. En hoe zagen die poppetjes eruit? Ja, het leek een beetje op boze vogeltjes. Maar dan met iemand met zo'n kraaienneus zo, en die dan boos naar me keek, zo. Ja, ik weet niet, ik kon niet uitleggen, maar ik focus naar die, want het oranje was gewoon te mooi. En ik hoorde ook een soort van muziekachtig iets, maar toen dacht ik wel van, oké, heeft iemand muziek aangezet? Maar toen dacht ik, nee, vast niet, maar echt heel zachtjes hoorde je wel een soort van space muziek achter. Maar misschien had ik dat wel in mijn hoofd, dat ik dacht van, oké, ik ben nu echt in de ruimte dat ik mezelf die muziek aan liet horen. Had je dit kunnen voorstellen? Nee, dit is niet te filmen. En je zei van tevoren, ja, ik zou willen dat ik iets... Ik weet niet, een gevoel krijgen of om iets ervan leren of zo. Heb je nu een bepaald gevoel? Nou, misschien denk ik wel van... Soms ben ik wel eens dat ik onzeker ben over dingen of zo. En dat ik denk dat die hand dat was. En dat die hand mij daar een beetje mee trok. Maar dat ik zoiets had van... Nee, je moet hier naar kijken. Je moet zien wat je hebt. En je moet daarvan genieten. En ik denk dat ik dat wel eruit haal, zou zeggen. Hoe lang duurde het voor jouw gevoel? Ja, ik heb het gevoel dat het maar 1 minuut duurde of 2 minuten. Dat duurde helemaal niet lang. De tijd bleef gewoon echt stilstaan. Er is geen tijd daar. Snap je? Dus ik zeg wel nu 1 minuut, maar het kon ook wel weer langer duren omdat je valt. Snap je? Het is zo... Ja. Die tijdsperceptie is gewoon weg. Voelde je wel je lichaam nog? Nee, ik was gewoon helemaal ergens anders. Ik bewoog me ook expres niet. Ik dacht van, ik ga alleen hier zitten en ik ga niet iets met mijn lichaam doen. Want dan, ik wil het echt ervaren, zou ik zeggen. Jouw ogen gingen ook zo... Dit ging zo verder, zo trillen. Het was zo ziek. En jij lag altijd met een glimlach. Ja. Toen dacht ik, oké, het gaat goed met hem. Het gaat goed, dacht ik tenminste. Zo ziek. En hoe voel je nu? Ja, nice. Echt, ik ben helemaal blij. Voel je je helemaal weer normaal? Ja, ik voel me wel weer chill. En ook gewoon echt vrolijk gewoon. Ik ben gewoon je lichaam? Ja, gewoon rustig, gewoon chill. Net ook echt gewoon ziek goed heb geslapen. Ik ben normaal altijd fucking druk. En ik was nu gewoon echt een keer gewoon chill, gewoon zen. Gewoon geen zorgen, niks. Gewoon, het was alleen ik en die ruimte. Ach. Ik denk dat nadenken, gewoon datgene, dat nadenken, dat gewoon een soort van weggaat. En dat je daardoor heel erg zo erg in je lichaam gaat of zo. Misschien gewoon ook voor iedereen een les om die gedachten en die zorgen zo veel mogelijk in het leven niet te veel aandacht te geven. Precies. Omdat er gewoon een hele mooie kern in elk mens zit. Mm-hmm. Nou ja, lekker zweefteverig, maar toch, ja, het voelt toch zo. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar het is wel, als je bijvoorbeeld gevoelig bent voor psychoses, of als bijvoorbeeld een van je ouders psychische ziekte heeft, dan moet je hier wel echt mee uitkijken. Ja. Want dat zou het wel kunnen triggeren. Ja, dat lijkt me ook wel logisch, want je komt gewoon in een hele andere wereld. Ja, het is echt niet niks hoor. Echt niet. Nee. Ik denk dat dit echt wel de heftigste trip is die ik ooit heb meegemaakt. Ik ga proberen om een beetje jouw trip vorm te geven. Ik heb het natuurlijk bij mezelf toen gedaan. Het is heel moeilijk om te beschrijven, maar ik dacht we kunnen het toch proberen. Oké, dan moet dit eerst helemaal oranje. Helemaal. Ja, dit was het. Echt? Ja. Wauw. Die hand is, zullen we zeggen, alle stress en zorgen, dingen, weet je wel, onzekerheid die mij daar naartoe wilde trekken. En dat deze een soort van mij leidde van, ga daarheen. Maar dat ik zoiets had, nee, fuck you, ik ga daar niet heen, want ik moet gewoon hier blijven en blij zijn waar het leuk is. En dit was mijn trip. Ja, nice. Ja, grappig. Wel totaal iets anders. Mij begon hij dus hier. Ja. En dat is wel... Ja, echt precies. Echt zo oranje. Uh-huh. Alleen jij hebt meer dat het helemaal egaal was. En bij mij bleven het, zeg maar, kijk, dit zijn al die patronen en die geometrische. Wat jij in het begin had, weet je, met die kaleidoscoop. Dat had ik hier. En wel mannetjes. Nice. Pintjes. Maar die kattenwereld, die blijft weer bij mij. Onze kattenvrouw. Hij heeft de hand. Ja, wil je nou meer weten over DMT, check dan ook even onze do's en don'ts video. Ik ben heel benieuwd hoe jij gaat slapen. Ja. En of je nog tot bepaalde inzichten bent gekomen. Ja, en in de day after video heb ik nog iets leuks voor jullie. Dus kijken. Spannend! Yay! Yes! Ja, jongens, ik heb echt heerlijk geslapen, ook lang geslapen, echt super chill. En gisteren toen ik thuis kwam was ik echt nog aan het nagenieten van die DMT-trip. Omdat het gewoon zo bizar is wat ik heb meegemaakt. Ik kan het eigenlijk gewoon niet omschrijven. Ik kan nu alles vertellen in deze day after video, maar we gaan het anders doen.
Want volgende week komt er een Q&A online waar ik al jullie vragen beantwoord over mijn DMT-trip. En bij de Q&A zit ook Mick, de tripsitter. Dus heb je nou een vraag voor hem of voor mij? Laat het even weten hieronder in de comment. En misschien beantwoorden wij deze dan wel voor jou. Ik had nog een verrassing voor jullie, dat ga ik nu vertellen. Want de leukste vraag die gesteld wordt, krijgt mijn DMT-schilderij die Nelly heeft gemaakt. Dus allemaal even reageren met een vraag. En misschien komt dat schilderij dan wel naar jou toe. Nou, dit was Drugslab voor deze week. Ben je nou benieuwd naar een ander soort drug? Of heb je nog een vette locatie? Of wil je nog wat weten over de wereld rondom drugs in Drugslab Extra? Laat dan even weten in de comment. En natuurlijk liken en abonneren. En dan zie ik jullie volgende week bij de Q&A. Doei!